Mijn naam is Abdou Akil. Mijn functie hier in NVZ Alkmaar is chauffeur. Het gaat over de uitvoering van de elektrische installaties. Het project natuurlijk is hier, aangezien dat het natuurlijk een ziekenhuis is. En JLC is natuurlijk bezig in tientallen jaren met het installeren van medische installaties. Voornamelijk ook in de ziekenhuizen. Is het mij ook echt heel interessant om dat natuurlijk altijd te doen. Het is uitdagend. Hier heb je natuurlijk verschillende disciplines. Dat maakt het eigenlijk wat uitdagender voor ons. Vergelijkbaar met het kantoorgedeelte natuurlijk heb je heel veel installaties hier waar men rekening mee moet houden. Maar ja, voor de wanden hier gebruiken we gewoon Atoma-dozen. Die zijn natuurlijk vanuit de leverancier zelf geprefabbed. We hebben met de WCD's te maken hier, die hier zoals je hier kan zien. Deze snoer is natuurlijk gewoon helemaal voorbereid voor ons. Dat doen we gewoon in de wand. Wordt die gewoon vastgeschroefd. En verder is die klaar. En dan wordt die gewoon met de snoer wordt die ergens boven het plafond gekoppeld met de voeding. En we hebben ook hier natuurlijk de oriëntatieverlichting. Die worden ook allemaal geprefabbed. En die komen natuurlijk ook hier in de patiëntenkamer. En het is gewoon plug and play. Zo makkelijk mogelijk maken.